Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over 3D printen. Dit keer eigenlijk een niemendalletje zou ik haast willen zeggen. Het is een filmpje over een klein leuk stukje speelgoed dat ik op Thingiverse zag. Ik heb ook gezien dat er aardig wat discussie over was, want degene die ik gedownload heb, dat is een remake, dus een aangepaste versie van iemand anders. En de mensen die daaronder posten, die waren daar nogal boos over. Nou is het in mijn beleving zo dat als je bij Thingiverse iets post, dan kun jij aangeven onder welke condities dat gedaan wordt. En meestal zullen mensen dat doen onder de standaardinstellingen. En die standaardinstellingen wil eigenlijk zeggen dat het een common license is. En dat wil eigenlijk ook weer zeggen dat iedereen dit mag aanpassen en veranderen en weer opnieuw mag plaatsen op het internet. Waar de mensen het meest over struikelden, begreep ik overigens, was dat deze persoon waarvan ik hem gedownload heb, hem ook te koop aangeboden had. Nou, dat was dit natuurlijk niet. Dit was gratis ter download. En daarom schroom ik er ook niet voor om toch die print te maken en die video erover te maken. Als iemand zich gestoord voelt aan het feit dat het niet het origineel is wat iemand anders gemaakt heeft, dan ja, dat moet iedereen zelf weten. Ik zit er zeker niet voor om een flame war te openen. Voor mij is het simpelweg iets leuks printen en niks anders als dat. En daar misschien een leuk videootje over maken. Nou, wat we hebben geprint vandaag. Daar ben ik zo'n beetje de hele dag mee bezig geweest. Dat noemen ze een golfsimulator. Dat is eigenlijk een klein stukje speelgoed wat je kunt draaien. En wat aan de bovenkant dan iets laat zien alsof er een golfbeweging is. En het bestaat uit 28 delen, 28 afzonderlijke delen, en ik wilde het eigenlijk in 3 prints doen. Alleen dat bleek veel moeilijker als gedacht. Dat had gedeeltelijk te maken door de kleinheid van de objecten, hè? Hele kleine dingetjes die geprint worden. Maar anderzijds ook te maken met het feit dat mijn officiële laptop, waar ik normaal gesproken mijn werk op doe en waar dus ook mijn settings van mijn printer op staan, in mijn Prusa slicer, die was kapot. En die is opgestuurd naar de leverancier, die komt morgen terug. Dus ik heb het met mijn oude laptop moeten doen en daar heb ik een beetje moeten spelen met de settings van Prusa Slicer. Om de simpele reden dat dat niet de settings waren die op de andere laptop stonden en die ik eigenlijk altijd gebruik. Daarom dat ik sommige prints echt opnieuw heb moeten doen. En uiteindelijk tot de conclusie ben gekomen dat ik het in 7 delen geprint heb. Want dat was de enige manier voor mij om het goed te printen. Wat nu rest is het in elkaar zetten. Ik ga de camera even draaien. Even naar beneden doen en dan gaan we kijken naar het in elkaar zetten van het object en daarna gaan we het even in gebruik zien. Dus ik ga heel even de camera draaien, ga hem even losmaken, ga hem richten op datgene wat we in elkaar gaan zetten en ik hoop dat dat goed te zien zal zijn zometeen. We gaan ons best doen, we zien hier alle onderdelen liggen. Het eerste wat ik ga doen, ik ga toch even iets met lijm doen. Ik ga niet veel lijmen, maar ik ga wel iets lijmen. En dat heeft te maken met het feit dat ik heb gezien dat de hendel waarmee je hem gaat draaien, iets wat aan de losse kant zit. Dus ik doe deze twee onderdelen in elkaar. Ik pak mijn een potje met PVC-lijm. Ik gebruik bij PLA eigenlijk altijd PVC-lijm. En dan ga ik eventjes dat uiteinde insmeren met PVC-lijm. En dan ga ik daar het benodigde onderdeeltje op plaatsen wat nodig is om dit een werkend object te maken. Zo, dat zit er nu op, dat deeltje. Ja, dat zit er ook goed op verder, dat is verder geen probleem. Even kijken. Ja, dat is goed. Vervolgens... Het volgende deel van de hendel, dat zet ik erop. Oh, daar moet ik even mee oppassen. Er moet nog een busje tussen, sorry. Nou, gaan we nog een keer opnieuw doen. Niet erg, geen probleem. Dat maakt eigenlijk verder niet uit. Zo, daarmee is de hendel klaar. Daarmee kan die straks gedraaid worden. Nu is het zaak dat we de ringen die hier liggen in de goede volgorde op deze as gaan schuiven en dat ga ik nu doen. Dat moet in de goede volgorde, want anders dan, dan klopt het straks niet. Dan gaat hij niet goed ronddraaien, niet op de goede manier. Vandaar dat ik ze in de goede volgorde gelegd had, simpelweg
omdat ik deze video kort maar krachtig wilde maken. Ze liggen in de goede volgorde en dus kan ik ze ook relatief gemakkelijk plaatsen. Bij deze. Even kijken. Ik hoop overigens dat ik het bij het in elkaar zetten in de goede volgorde doe. Dat ik niet zometeen erachter kom dat ik eerst iets anders erop had moeten maken. Dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Maar dat is een risico, dat neem ik dan maar even, dat dat zo is. Nog twee. Eén. En dit is de tweede. Zo. Dan heb ik de andere kant. Die gaat hier dus opkomen. En het geheel zetten we op deze ronde plaat. Goed erin drukken. Dat het goed vast zit. Nou, oké, zometeen gaat die nog door de bovenkant goed geplaatst worden. Dan hebben we hier de bovenkant. De print is niet helemaal goed, maar wat mij betreft goed genoeg. En dan gaan we aan de onderzijde, want hij komt dus zo te zitten. Aan de onderzijde deze pistons, zeg maar. Deze pistons, die gaan we, zeg maar, van onderaf erin zetten. Eén voor één. En dan allemaal op deze manier, zodat ze er zo in komen te zitten. Nou, dat kunnen we natuurlijk ook zo doen, dus dat gaan we gelijk even goed doen. 10 stuks. Dus voor elk wieltje 1 zometeen. Nog 3. Nog 2. En de laatste. En dan rest de laatste actie. Dat is dit geheel op dit hele wielgebeuren plaatsen. Nou, dat doen we even zo. Ja. Deze zit nog niet helemaal goed. Zo. Goed erop drukken. En dan zou die, kijk, is dit leuk of is dit leuk? Ik vind dit leuke dingen om te doen. Ik ga de link onderaan de post zetten, aan de video zetten. Ik hoop dat je het leuk vond. Tot de volgende keer, als we weer een print gaan maken, ik denk, of een filmvideo gaan maken. Ik denk op dat moment weer over CNC frezen. Dit was 3D printen, de Wave Toy. Bedankt voor het kijken. Dag!